Ik ben de oprichter van Geschenk met Verhaal. Geschenk met Verhaal verkoopt relatiegeschenken aan business to business. Onze slogan is geef een betere wereld cadeau, omdat wij willen laten zien dat je door het geven van een cadeau ook een mooi verhaal kan vertellen van het project wat erachter zit. Ik ben begonnen eigenlijk in Zimbabwe. Onze roots liggen in Afrika. Ik heb gezien hoe de verdeling in de wereld vaak heel scheef is. Vandaar dat wij gezegd hebben de beste manier van mensen helpen is ondernemer laten zijn. Social entrepreneurs. Dat vinden we belangrijk. We hebben inmiddels projecten in Zimbabwe, Zuidelijk Afrika, Zuid-Afrika, maar ook Indonesië, India. Maar we hebben ook producten die uit Nederland komen. Dat vinden we ook belangrijk. We werken samen met sociale werkplaatsen in Nederland. Daar laten we onze producten verpakken. En op die manier proberen wij een verhaal te vertellen aan bedrijven. En dat is Geschenk met Verhaal. Dit is een heel leuk voorbeeld. Dat is het oliebollenspel. Dat hebben wij voor de voedselbank op de markt gebracht. Brengt families bij elkaar, maar ook met je collega's kun je erin spelen. Vooruitblikken op het nieuwe jaar, terugkijken op het oude jaar. Eigenlijk wat je altijd doet. Maar veel belangrijker is, wij dragen 2,50 per spel af aan de voedselbank. En dat vinden wij van Geschenk met Verhaal belangrijk. Dit is No House Wine. Geweldig leuk geschenk. Het heet fonkelwijn, maar is eigenlijk champagne. Dat drinken we allemaal. Dit is volgens hetzelfde procedé gemaakt in Zuid-Afrika. For every zip you take, a donation is made to the Homeplant Foundation. Wat wij ook weer belangrijk vinden, wij dragen per fles die we verkopen een euro af aan de stichting Homeplan. En Homeplan bouwt huizen voor hiv-besmette kinderen in Zuidelijk Afrika. Ben je als bedrijf op zoek naar een leuk geschenk met een mooi verhaal? En wil je bijdragen aan een betere wereld? Ga naar geschenkmetverhaal.nl.